Ik sta hier in het district Kommerwijnen met DC Kali. DC, hoe gaat het met u? Alles goed, meneer. Ja. DC, vandaag is er een vergadering van het hoofdstembureau. Wat houdt deze vergadering precies in? Deze vergadering, in jullie lezen zelf, is een openbare zitting. In gevolg de artikelen 124 en 125 van de kiesregeling ten aanzien van de resultaten van de gehouden verkiezingen op 25 mei 2020. Dat wil zeggen dat de processen verbaal van de 38 stembureau van het district Kommerwijnen op de dag van verkiezing na dat de stemming was afgelopen, 9 uur 's avonds, men, het hoofd, de stembureauleden, zijn overgegaan tot het invullen van het procesverbaal en bekendmaken van het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen. U begrijpt, als dat van alle districten komen, en dan wordt het dan hier op het hoofdstembureau, wordt de gegevens nagegaan, gecontroleerd. Zijn er aan of een heden, is men vergeten een paraaf te zetten, dan worden die mensen opgeroepen. En laat me zeggen, zijn verzuimen die hersteld moeten worden. En dat hebben we gedaan. We hebben vervolgens al die processen verbaal verwerkt in een systeem waarbij dan de uitkomst is welke politieke partijen hoeveel stemmen hebben ze behaald en welke kandidaten hoeveel stemmen ze hebben behaald. Dus het is per politieke partij en per kandidaat. Zo zijn er 6 soorten aantal RR-lieden en DNA zijn er 38 kandidaten die hebben gekandidateerd voor de DNA-schap. Dat hebben we dan vandaag en in die openbare zitting van nu wordt al de resultaten bekendgemaakt. En wat verder moet gebeuren is dat dan hierna de processenverbaal gestuurd wordt naar het Centraal Hoofdstembureau om daar na te gaan te worden. En men gaat even na, zijn de berekeningen goed gemaakt? Bij de berekening van de DR-zetels. DR-zetels is dat 2 politieke partijen zo, eigenlijk claimen voor die ene zetel. Ja. Bij die breukwaarde hebben beide 0,64. Dan schrijft de wet voor dat de personen een lot moet trekken. En wie de nummer 1 heeft, die komt naar binnen. En zo is dat ook vandaag gebeurd. Het aantal zetels in de districtsraad moet worden toegekend aan de politieke organisaties naar evenredigheid van het totaal aantal in de resortraden verworven zetels. Indien er na de toekenning van de volle zetels nog zetels over zijn, zullen deze zetels in de districtsraad worden toegekend aan de politieke organisatie met de opeenvolgende hoogste breukwaarde. Is de breukwaarde even groot, dan beslist het lot. Dit hebben wij hier, we hebben 38 stembureaus, we hebben een aantal kiezers, 23.406 kiezers in Kommerwijnen. We hebben in die periode vanaf 30 april tot en met 23 mei 21.553 kaarten uitgereikt. En tussen haakjes, sluiting, ziet u 822, dat die 822 zijn op de dag van verkiezing daar op het stembureau zelf uitgereikt. Dus de mensen zijn massaal gekomen. Dus de opkomst was goed? 92% hebben mensen gestemd. 92% hebben mensen zijn of haar stem uitgebracht. En 19.416 mensen hebben gestemd. En op DNA-niveau waren er 570 ongeldig en RR 522. Dat is wat dan is de werkwijze. De indiening van het procesverbaal, als de avond zijn ze gekomen,
Als eerste kwam Larwijk van stembureau 505. Die waren om 1:30 hier. En de laatste kwam op dinsdag om 12:30 in de namiddag. Ingrid Kartabink van het district Kommerwijnen. Mevrouw Kartabink, hoe zijn de verkiezingen verlopen hier? Redelijk goed. We hadden, ik denk, niet echt veel calamiteiten. We hadden wel gemerkt dat bepaalde stembureaus heel traag te werk gingen. We hadden heel lange rijen. Maar het is gelukt om toch binnen de tijd hun stem, dat de mensen hun stem konden uitbrengen. En vandaag zijn we hier om de uitslag van alle stembureaus in handen te krijgen. Of het is gepresenteerd door de DC. En de politieke partijen weten nu wie allemaal gekozen zijn. Bent u gekozen? Nee. En ik hoorde dat er iets gaande was. Er is een lijstverbinding tussen de PL en de ABOP. En kunt u ons dat beter uitleggen, wat er precies aan de hand is? Oké, op de Partij Lahore heeft een lijstverbindenis met ABOP. We hebben op de lijst van Partij Lahore nummer 2 de kandidaat van ABOP. En de drie andere, 1, 3 en 4, zijn kandidaten van de Partij Lahore. En daarmee hebben we dan zijn we de verkiezingen ingegaan. En we hebben gezien dat de politieke partij Partij Lahore 1 zetel behaald heeft in het district. Dus dat wil zeggen, als je 1 zetel behaald hebt, gaat de kandidaat met de meest uitgebrachte stem naar binnen. En we hebben daarnet gezien, dus ik heb het even vluchtig gekeken, dat kandidaat nummer 4, waarop stemadvies gegeven werd, binnen is. Gaat de voice note van de heer André Misikaba de ronde. En daarin zegt hij ook dat hij, dat de NDP andere politieke partijen zou benaderen. Is de PL benaderd door de NDP? Ondersteuning? Ik denk niet dat mijn politieke partij, al wordt hij benaderd, het jawoord zal geven. We hebben vanaf het begin gezegd, we gaan geen regering vormen, zeker niet met de NDP. We willen wel een regering vormen met de oppositiepolitieke partijen. En daarmee zijn ze nu bezig, heb ik begrepen. Wat er uit de bus gekomen is, weet ik nog niet. Maar ik denk dat dat het beste model zal zijn om ons uit deze pinari weg te halen. En we hebben het beloofd, we hebben het gezien. In het parlement hebben we dat dictatoriaal gedrag gezien. En de kiezer heeft het weggestemd. We zijn beu van, kijk, de laatste toestemming die het parlement moet geven voor vervolgen van de heer Hoefdraad. Dat de meerderheid, de NDP, die toestemming niet gegeven. We waren het beu, we waren het zat. En we willen echt die verandering hebben. En elk een die gestolen heeft, gaan we terughalen. We gaan wetten moeten veranderen en we gaan gelden halen die het volk toebehoort.